Oh, dat is wel een stier. Oh, help. Nou, kom op. Kom op. Kom op. Alles prima zo. Ja, nou. Anders doe je maar voor spek en bonen mee. Nou, dat denk ik niet. ik wil wel even lekker zoeken, wat leuke dingen vinden. Ja. Nou, we hebben een leuk veldje. Tenminste, ik denk dat het een leuk veldje is. We hebben genoeg land in ieder geval. Kunnen we even struinen. Dus we kunnen lekker struinen. En ik heb de nieuwe schotel bij me. Die is gisteren binnengekomen. Dit is de Raider. En die zit op de Apex vastgeplakt. Ja, ik kan er nog weinig over zeggen. Ik ga gewoon lekker zoeken. En dan zien we het nog wel even. Dus, wish us luck. Nou, eerste vondst van de dag. Een bakje van een pijlgewicht. Je had allerlei verschillende maten bakjes en die kon je in elkaar opstapelen. En dan de grootste bak, die had een deksel. En ja, dit werd gebruikt om te wegen. Muntgewicht bakjes, pijlgewicht bakjes. Ja, pijlgewicht bakjes meer. Muntgewicht is weer wat anders. Een pijlgewicht bakje. Misschien dat als ik hem thuis schoongemaakt heb en ik heb alle troep eruit... Dan zou er een stempeltje in kunnen staan. Dat gebeurt nog wel eens. Ik denk dat het een hendeltje van een kraan is. Zo'n waterkraantje kan je zo open en dicht doen. Waterkraan of een kraan van sowieso iets. Dat denk ik. Het ziet er onwijs oud uit, maar dat is het waarschijnlijk niet. Hallo. Hallo. Wat heb je? Nou, jij zegt het, een netverzwaring. Ja, ik denk dat het een netverzwaring is. Ik dacht eerst dat het een poppetje was. Ja. Jammer, hè? Netverzwaring. Nou, leg uit. Nou, je had vroeger had je netten. En om die te laten zinken in het water, moesten die verzwaard worden. Dus en die gingen in het net? Aan het net. Aan de, aan de randjes. Maar hoe dan? Wat is nou, je had zo'n een net, zo vierkant of rond. En dan aan de rand zat een dikker touw en daar werden die aangeknoopt. Ja, de ogen is eraf. Ah. En, dan gooiden ze hem uit zo. Ik snap het. Nou, leuk. Nou, gaan we gauw weer verder zoeken. Oké. Okay. Zo, moet je kijken, wat een joekel van een tap. Dit is een tapkraan. En niet de meest bijzondere vorm, want het is gewoon een oog met een tap. En dan had je een kraantje, daar deed je zo die tap in, die sloeg je erin en dan kon je het draaien. En dan liep door dit gaatje hier, wat nu verstopt zit, dan liep het sap uit het vat, dicht, open. En het eerste duitje is eruit. Nou, dat heb even geduurd, maar misschien liggen er gewoon niet zo heel veel duitjes. Alhoewel, Wilma had net ook een duitje. Dus eigenlijk is het de tweede. De koe is aan het poepen. Dat klinkt mooi. Ruud? Oh, ik dacht een muntje. Ik dacht dat je een muntje had. Dit is waarom ik nooit zoveel live digs doe. Want je hebt echt voor 25 uur video. Of tenminste, je neemt 25 uur rommel op. Wat, ja, waarom zou ik dit elke keer laten zien? Nee, die heeft de moeite meer om er wat over te vertellen. Ik ben er klaar mee. Muis!
Mooi is dat, hè? Als dat verse grond uitkomt, ziet het er nog prachtig uit. Straks is die helemaal opgedroogd. Het is in ieder geval een gesp. Leuk. Wat heb jij, lieverd? Nou, je zegt dat het een blokgewicht is, wat doormidden geknipt is. Hij is mooi hoog, dus net een maatje. Eens kijken. Ja. Ja, dat is een blokgewichtje. Kijk eens, ik had nog een mooi stukje zwartsteen. Laat er ik Ja, dat is hartstikke mooi. Weet je waarom? Ja, dat betekent dat hier dingen liggen. Ja. Kijk. Je hebt horlogesleutels en je hebt kloksleutels. En dit is zo'n ding die ertussenin zit. Hij is naar mijn mening te groot voor een horlogesleutel. Hij is eigenlijk te klein voor een kloksleutel. Ja, misschien zo'n staande klok. Zo'n, hoe noem je dat? Een kabinetklok misschien. Nou, ik weet het niet. Als jullie het weten, laat het graag achter in de comments. Het zit wel lekker, hè? Ja. Het is echt warm. Het is echt onwijs warm. Dus je moet echt zorgen dat je genoeg drinkt. Dat je echt af en toe even pauze neemt. En dat je je eigen goed insmeert. Dat heb ik de vorige keer gemist. Ja. Gemist. Dus lekker insmeren. Het is voor mij dubbel zo zwaar. Want als ik met Wilma ga zoeken, dan geef ik Wilma altijd mijn schep. Dat is het lekkerste schepje van de hele wereld. Er is nog geen schep geweest die daar tegenop kan. Waar is die schep? Dat is die. Dat is mijn schep. Dat is deze schep, weet je wel, met dat blauwe dingetje. Ja, iedereen kent die schep wel. Oké. Okay. Maar dat betekent dus dat ik zelf een andere schep heb. Loeizwaar, bot, lomp. Dus een echte kerel kan daar wel mee graven, toch? Ja. Dus ik heb vanmorgen eerst Patty bericht. Ik zeg, ik wil alsjeblieft een Model 3 schep bestellen. Dan heb ik tenminste twee van die lekkerste schepjes dat van de hele wereld. Dat zijn echt hele goede scheppen, inderdaad. Je steekt er heel makkelijk mee. Je gaat je uit. Het is echt super. Nou, de boeren no-nonsense schep. Ja, super. Nou, jullie zien dat het gras heel hoog is. Dus ik ga de camera uitzetten. Want je weet het, als het gras twee kontjes hoog is. Maar aan deze kant staat er echt nog wel wat op. Ja, wat weet ik nog niet precies. Het lijkt wel alsof hier een datum staat, maar het zijn maar twee cijfertjes. Rooddatum. Ja, wat is het? Ja, wat is het? Nou, wat ik zie is in het midden, het lijkt op een soort, hoe noem je dat, zo'n rond bakbrood. Ja, dat dacht ik ook. Ja, maar er zit wel een stokje doorheen. Dan is het stokbrood. Even serieus. Maar ik zie daaromheen, er staat inderdaad, hij is echt nog super gaaf. Ja, we kunnen alleen niet precies zien wat erop staat. Nee, er staan wel, staan wel tekentjes op. Mooi gezicht, hè? Dan zijn ze nog helemaal vochtig. Van het water wat hier nog in de grond zit. Ja, uiteindelijk droogt hij op en dan gaat hij helemaal. Maar je hebt nu kans dat je nog wat ziet. Nee. Nee, de kans is verkeken. Wil, wat heb je? Een, wat is het, een kogeltje? Een kogeltje, ik verstond een vogeltje. Nee joh. Een musketkogel. Dacht je echt een vogeltje? Ja, maar wat jammer. Ik verstond een vogeltje. Nee, een kogeltje. Ik zeg, heb je een vogeltje? Ja, een vogeltje. Ja, een kogeltje. Maar het is een kogeltje. Ja. Nee, helaas geen vogeltje. Nou, een kogeltje. Voor een musketkogel is die best wel heel groot, hoor. Ja, nou. Hartstikke leuk, toch? Ja. Kijk, dit is wel weer een ontzettend leuk loodje. Amsterdam. Je ziet hier de drie kruisen en de twee leeuwen. Aan iedere zijde een leeuw. En aan deze kant staat er Amsterdam, Amsterdam, zwart. En dat zwart, dat, ja, dat is een kleur uiteraard. Dus dan kan je ervan uitgaan dat dit een lakenloodje geweest is.
Zo'n simpel gebruiksvoorwerp, hè? En het blijft zo leuk om te vinden. Het is echt geweldig dit. Vooral als het naaldje er nog aan zit. Ja, op een gegeven moment heb je er zoveel. Dus ik doe ze in een grote pot als decoratie in mijn kast. Dan heb ik een grote glazen pot en dat doe ik dan allemaal van dit soort gespen in. En dan is het wel weer heel erg leuk. Wat heb je? Een lieve eerstbeestje. Ja. Prachtig signaal. En nou is het ijzer. Oh, wat jammer. Oh, het zat in die grote ruit, in dat rondje. Nee? Dat dacht ik. Een duitje. Oh, kijk eens een maan. Toch geen ijzerruit? Nee, kijk, een duitje en een kluitje. Oh. Hij is heel dun. Ja, dat weet ik. Dat zijn ze allemaal die we hier hebben gevonden. Nou, Wil. Ja? Ben je er klaar voor? Nou, eigenlijk niet. Als we naar de auto willen, moeten we langs deze pinken. Wilma is bang. Wilma, jij houdt niet zo van... Nou, ik vind ze heel mooi, maar ik ben er wel heel bang voor. Nou, dat hoeft niet hoor. We gaan er gewoon lekker even doorheen lopen. Nou, doorheen, hij gaat niet aan de kant. Dat hoeft toch niet, dan ga je er toch omheen. Hoi. Kom maar in. Hallo, kom maar. Wist je dat koeien heel hard kunnen bijten? Ja. Nee joh. Ophouden. Ik ben echt bang. Hoeft niet. Er staan geen stieren tussen. Ja, natuurlijk. Wat had jij gedacht dan? Ja, dat doen ze straks ook wel, die andere. Kijk, deze... deze. Ik breng zo de sloot in hoor. Dan, nee joh. Ja, deze is heel nieuwsgierig. Oh, help. Nou, lopen. Niet hard opjagen, want anders wordt de melk zuur. Nee, dat is geen pink, of wel? Nee, dat is geen pink, dat is een koe. Oh my god. Die ook, dat is ook een koe. Die wijst de weg. Valt mee, hè? Nee, want ze komen daarna uit. Ja, nee joh. Oh, dat is wel een stier. Oh, help. Nou, kom op. Kom op. Kom op. Stier komt eraan, Ruud, help. Wilma, kom op. Nee, ik ben bang. Ah, ik ben bang. Kom er nou maar langs. Wil je even opschieten? Ruud, ik ben voor spinnen, maar ik kom niet voor koeien. Voor kalven, komt ie aan? Hallo op, komt er niet aan. Nou, ga hier het hek proeven. Nou, heel avontuur weer. Oh mijn god. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Maar vergeet vooral niet te abonneren, want we zitten bijna op de 11.000 subscribers. Ja, lekker belangrijk zullen jullie denken. Maar ja, het is toch een soort beloning voor mijn werk. Dus vergeet niet dat knopje in te drukken. Voor nu, bedankt voor het kijken. Yep. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doeg!